Tussen de 12e en de 19e eeuw wordt er in de huidige provincie Utrecht menig kasteel en buitenplaats gebouwd. In deze serie Utrecht Buiten beantwoorden we de vraag hoe die kastelen zich in de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld. En we kijken naar het huidige gebruik van deze monumentale panden. Want hoe is het om in een vochtig en tochtig kasteel te wonen of te werken? En hoe ga je om met het fragiele evenwicht tussen historisch besef en tussen modern comfort? We nemen u mee naar stoere verdedigingswerken, prachtige buitenplaatsen, maar we beginnen bij het begin en dat zijn de woontorens. De Rijn vormde ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk. Rondom die machtige rivier, het gebied waar nu de Kromme Rijn kronkelt, werd dan ook al vroeg in de historie gebouwd. De rivier en de vruchtbare grond maakten van dit gebied al eeuwen een handelscentrum van grote importantie. Dit in tegenstelling tot het noordelijker gelegen Broekland, dat drassig en moerassig was. In het begin van de 12e eeuw is de kerk machtig en niet alleen op het gebied van de spiritualiteit. De bisschop bezit veel woest land dat hij laat ontginnen door dienstlieden en monniken van nabijgelegen kloosters. Hij is het ook die besluit om de Rijn af te dammen bij Wijk bij Duurstede en de Langbroeker Wetering te laten graven. Hierdoor veranderde Broekland in rijk landbouwgebied. De dienstlieden wisten zich steeds vaker aan de macht van de bisschop te ontworstelen en werden grondbezitter. Hun status toonden ze door versterkte huizen te bouwen, de woontorens. Een van die dienstlieden, Hendrik van Wulven, bouwde de ridderhofstad Hinderstein en vestigde zich midden in Broekland, tegen de Langbroeker Wetering aan. Hij bouwde deze woontoren, opgetrokken uit baksteen met muren van meer dan een meter dik. Prachtige hal waar we staan, maar dit waar wij staan is niet de woontoren, hè? Nee, dat is niet de woontoren. We staan hier in het aangebouwde gedeelte uit de 17e eeuw. Later is er ook nog wat aan veranderd. Maar hier was in de 1300 de ingang van de verdedigbare woontoren met trappen door de muren. En hier ging je door naar binnen met een bruggetje en hier was de gracht. En later hebben ze een stuk aangebouwd en met al die huizen zo gebeurd. En jullie hebben ook nog een ontdekking gedaan, hè? Ja, ontdekking, dat was deze, zeg maar het wapen van de ridderhofstad. En omdat dit de ingang was, moest het natuurlijk geïnstitueerd worden. En daar staat ook nog het woordje Stijn aan de ene kant. Hinder is een beetje weggevallen. Maar het wapen van de ridderhofstad van de familie van Wulven die het gesticht heeft. En dat is dus zwart met zilver. Dus dat is het wapen van de ridderhofstad. Thank you.
Nou, hier hebben we de dikte van de muur, kan je hier goed zien, met een schietgat. Dat is nu dichtgemetseld, maar daar ging de musketten, kon je daar doorheen. En nog een kijkglas en daar kun je de vijand voor de poort zien staan. Even door... Ja, dat kan je zien. Het leven in een woontoren was niet altijd even comfortabel. Op elke verdieping van de woontoren was maar één kamer. En de woning was dan ook al snel krap bemeten. Vaak was dat dan ook een boerderij op het land waar de familie echt woonde. De toren werd meestal gebruikt als laatste toevluchtsoord. Over het algemeen werd al snel besloten de toren uit te breiden. En het kasteel werd hoe langer hoe luxer. Erik, hoe lang is dit prachtige huis al familiebezit? Nog niet zo lang, maar bijna 40 jaar. Mijn vader heeft gekocht in 1972 van een adellijke familie. En hier op de dijk zijn natuurlijk heel veel families. Er staan 10 kastelen hier op een rij. Ik zeg altijd gekscherend, we wonen in een rijtjeskasteel. Maar die families zitten hier al 100, 200 of sommigen zelfs 700 jaar. Dus wij zijn nieuwkomers, om het zo maar te zeggen. Hoe zag het er toen uit? Nou, niet zoals het er nu uitzag. Het was een iets wat deplorabele toestand hier. En we zijn ook niet voor niks 9 jaar alleen al met het kasteel bezig geweest in de jaren 80 van de vorige eeuw. Is het een beetje te bewonen, zo'n huis? Dat is wel mogelijk, maar het blijft natuurlijk een kasteel met een toch wel wat archaïsche manier van de bewoning. We hebben hier 17 kamers, maar mijn ouders hebben er een lift in aangebracht en natuurlijk centrale verwarming en verschillende keukens. Dus het is op zich wel te doen, maar voor luie huisvrouwen is het niks. Erik, die mensen achter jou, is dat personeel? Nee, dat is geen personeel. We hebben wel 30 jaar personeel in dienst gehad. Maar in 2005 diende zich de mogelijkheid aan om met vrijwilligers te ronselen, om het zo maar te zeggen. Met de open tuindag gaan een briefje opgehangen om te vragen wie wil ons helpen in de moestuin. Ik had het tot dan doen een beetje zelf gedaan, maar het was een beetje karig wat er allemaal in die moestuin stond. En nu heb je natuurlijk de mogelijkheid met inmiddels 24 vrijwilligers om daar heel veel jeu aan te geven aan zijn moestuin. Want zijn moestuin hoort natuurlijk bij zo'n buitenplaats. Is het leuk om hier vrijwilligerswerk te doen? Ja, zeker. Absoluut. Het is een hele prettige ervaring om in de natuur bezig te zijn. Om met de producten bezig te zijn die we in de grond stoppen. En dat maakt het echt een fijne avond. Wat heb je met Hinderstein? Hinderstein is een kasteel, een ridderhofstad eigenlijk. Waar heel veel aandacht besteed wordt door de eigenaar aan het bijhouden van de gebouwen, de tuinen. En waar je als vrijwilliger helemaal je ei in kwijt kunt om daar een bijdrage aan te leveren. Zo'n prachtig kasteel met landgoed.
Dat is natuurlijk duur in het onderhoud. Ja, dat is natuurlijk een grote kostenpost, zo'n buitenplaats. En dat is het natuurlijk in het verleden ook geweest. En dat is tegenwoordig niet anders. En ja, je moet natuurlijk proberen je huishoudboekje op orde te hebben. Dus we hebben hier een aantal opstallen die we verhuren en erfpacht hebben uitgegeven. Maar met name de moestuin, dat doen we dan middels een stichting, een steunstichting. En die haalt geld op door middel van rondleidingen, koken de moestuin, een aantal activiteiten, picknick en dergelijke. En die zorgt dus dat de vrijwilligers nou betaald worden. Maar in ieder geval, ze moeten zaadjes, er moet van alles gekocht worden. De kassen moeten verwarmd worden, er moet een pot verf ergens opgesmeerd worden. Dus dat scheelt een slok op een borrel. Want zit de fiscus natuurlijk dan niet tussen. Tenminste, dat heb ik zo geregeld. En dat gaat heel goed. En daarmee kunnen we dus met name de moestuin in glorie doen herleven. Zoals bij Lunenburg en Hinderstein te zien is, blijft een woontoren slechts zelden een woontoren. Versterkte bakstenen muren, grachten en mooie woningen worden aangebouwd. En de toren heeft steeds meer de functie van toevluchtsoord in barre tijden. Hoe het verder gaat met de kastelen zien we in de volgende afleveringen. Dan zijn we hier, bij kasteel Rijnauwe, waar nu een jeugdherberg gevestigd is. En we gaan naar het geheimzinnige kasteel Oud-Amelisweerd. Graag tot dan!